Top van een van de lichtmasten zag de eivolle kuip van het Feyenoordstadion er zo uit toen de Rotterdamse club hier het hoofdstedelijke Ajax ontving. Het duel tussen de leidende teams uit de eredivisie was in de eerste helft met 0-0 geëindigd. En ook in de tweede speeltijd, waarvan u thans beelden ziet, bleek het doel uiterst moeilijk te vinden. Want aan beide zijden was de verdediging zeer sterk. Feyenoord speelt van links naar rechts. In de strijd, die vaak hard was, maar niet onsportief, werd aan weerskanten zeer veel van het incasseringsvermogen gevergd. Feyenoord trok vaak via Moulijn naar voren en had bijna succes toen Bals eenmaal gevaarlijk misgreep. Zo sterk waren de Rotterdammers dat er soms uitsluitend op de Ajax-helft gespeeld werd. De uitvallen van Ajax werden vrijwel steeds onderbroken, vaak door de overal aanwezige Van Hanegem. In het spannende gevecht bleef de Ajax-verdediging overeind, ook al zorgde de jonge Van Hanegem met talloze fraaie individuele acties vaak voor zeer moeilijke momenten. Feyenoord was tegen het einde zo overwegend in de meerderheid dat iedereen zei, je zal zien dat er een doelpunt komt. En het kwam. Dit doelpunt van de voormalige Ajax-speler Theo van Duivenbode bracht Feyenoord 2 minuten voor tijd verdiend de overwinning.